Wie zijn amateur videocineasten van Video Limburg? En voor de expositie, lens en penseel, willen we een keer trekken in de tijd op een paar plakken in Hasselt. En dat vergelijken bij wij dat het er nu uitziet. Mensen, wil ons zaken vertellen, Moevan, dat je misschien zult zeggen, dat wisten we niet. Luistert en kijk dus maar goed. Ze zeggen dat Hasselt ontstaan is aan de Helbeek. Dat is een zijbeekje van de Diemer. De Diemer die ging van het oosten naar het westen en de Helbeek die kwam van het zuiden. En zo liep hij de Diemer in. Het begon klein, maar Hasselt groeide en groeide. En in 1232 kreeg Hasselt van graaf Arnold de Vierde van Loen stadsrechten. Hasselt wordt een stad. En voor zijn inwoners te beschermen, boorden ze wallen rond de stad. En een brie graag. Maar, probleem hoor. De Helbeek hoeft niet genoeg water. Dus wat hebben ze gedaan? Een kanaal gegraven van de Diemer naar de Helbeek. En dat heette ze de Nuindiemer. Zoveel jaar later hebben ze dan de wallen afgebroken en die gracht daar gegooid. En dat wordt de boulevard. Nou, de Griene boulevard. En zo is Hasselt geworden wat het nou is. Van de oudste wijk, de Beek, hebben we nog een aantal prentkaarten gevonden. Bezicht op de Kapucinenstraat, de Bierenstraat, de Beekstraat, de Sint-Josefstraat. Maar ook van de waterpomp die er stond, moet dat de mensen hun water gaan halen. De hele wijk die bestond uit klein lieme hesjes. Ze hebben die volledig afgebroken voor die twee toren wijk te zetten. Ja, er is nog één hesje even gebleven. Ze hebben dat wel volledig verboord. De tijd veranderde al. De stad die werd bestuurd vanop het stadhuis natuurlijk, op het Groenplein. Dat is een chic, klassiek gebouw. Maar mensen daar langs hebben ze zo een groot, lelijk betonnen gedoe gezaten voor de administratie. Enfin, vroeger stond er daar, woonhuis. Dat wordt al een beter zich. Wil je er vullen kwijt? Ik wil erbij zeggen, wil de stad in gaan, zet dan een revullo achter het stadhuis. Vroeger wordt dat de kuimelk. Elke week verkochten ze al biesten. Ja, moe is de tijd. En nu gaan ze de stadsdiensten verhuizen naar de koer van de A-kazerne van de gendarme op de Guffeslaan. Dat gebouw hebben ze zo'n 150 jaar geleden gezaten. Op een plak moeten wallen afgebroken zijn. Een heel streng gebouw, moet nog niet veel aan veranderd is. En dat nieuwe gebouw dat er hier komen, dat gaat er zo uitzien. Binnen doorgang naar de Innovation, pardon, de Inno, en naar de galerij De Ware Vrienden. Ja, feitelijk, op zich is dat toch wel een goed gebouw. Het echt centrum van de stad, dat is de grote merk. Ja, groot is hem feitelijk niet, maar wel heel gezellig. Volgens de meeste hesleren zitten Hendrik en Katrien, hij ook, de eerste inwoners van Hasselt. Maar eigenlijk heet die beelden luisteren naar de bijaard. De grote melk, dat we vroeger de graanmelk, moet dat de Geneverstokers hun waar kwamen kopen. Hij stond een heel noep, historische gebouw. En wel, pak nou, rechts op een hoek dat gebouw, op de hoek van de King Albertstraat. Daar gaan de lakenwevers hun laken halen. Maar in dat gebouw is ook de roodzaal van de schepenen geweest. Een rechtbank. Weet je, bij de boerenkrijg hebben de Fransen zelfs de opstandige boeren daar opgesloten. Daarna is dat ook nog een graan café geweest, een klierwinkel,
Allee, wie rappeleert zich nee? Het huis Moray. Tesse, Den Havermerk en de Kapelstraat vallen door twee grote huizen op. In het midden, alle huisleren rappeleren zich dan nog, had je Café Majestiek. Vroeger heette dat de Hoogbrugge. En dat kwam omdat verder een grote blauwe steen was, moet dat het vlies dat van buiten de stad kwam, gekeerd en getaxeerd wordt. Dat is achterin ook nog een café, een woonhuis, een bekkerij geweest. Onder de Franse bezetting, hè, wordt dat zelfs een kabberdouche voor de officieren. Ja. Door links, op de hoek van de Kapelstraat, heeft je al even lang een schoengroeid vakwerk geboosten in liem en hout, het zweert. Iets voor dat een herberg, maar in 1713 is dat een apotheek geworden. En op een hoek zie je daarvan het embleem. Een masker met een arm en een haas en die zit een zwaard vast. Dus het schijnt is dat een oud-Hollands symbool voor een apotheek. Van de zijkant van de Grote Merk door Wilde Hoog tien en taler even te vertellen. Ik vrier voor dat woonhuis, winkels, cafés. Rechts had je de graanbeurs. En links, dat wordt de toegangspoort voor de ware vrienden. Dat wordt een toneelgroep bij heel veel succes. Die kochten eerst Café Den Valk. En dan hebben ze daarachter een toneelzaal gebouwd. Daar is ook nog de cinema beneden geweest. Als je aan de ingang op een knepje duwt, dan hier zie je nog liedjes uit de revues van Jules Klok. De oostkant van de Grote Merk, daar viel vooral hier gebouw op de Drijpistolen. Dat wordt een heel gekante herberg. Moet dat de VIP's van die tijd kwamen tofelen, kwamen vergaderen. Dat embleem ervan, Drijpistolen, dat begeels die, daar moet je wel bij oppassen. Dat komt niet van pistool, maar pistola. En dat wordt een Spaans goudstuk uit de 16e eeuw. Ze kost daar een boek vol voor drie pistola's. De drie pistolen, voilà. Op de noordkant van de Grote Merk heb je vooral brasseries, winkels. Ja, dat was vroeger ook zo. Door het midden had je Mil van de Bazaar. Ja, een naaimachinewinkel, zinger, een slachter. En op een hoek van een kort straat, daar stond een café, Pot d'Or. De Duitsers hebben die afgebroken, dat de weeg alweer brier wordt voor de auto's. Een van de voornaamste straten die op een Grote Merk uitkomen, dat is de Koning Albertstraat. Alle Hesselieren die heten dan nou nog altijd de Nuistraat. Het meest opvallend gebouw in die straat, dat wordt het Gravenhuis. Een magnifiek groeit hierenhuis, moet dat nooit in een graaf gewonden. Ze hebben het afgebroken, al deze 10 schoen genummerd, voor dat boekrek trek op te bouwen. Wat nu een gebeurd is. En nu ziet dat een Ino. Je gaat ook nog het Maison Hollandaise. Een tobakswinkel. Wat overal opviel op het tweede verdiep, dat is een keramiek en dat zo de 4 jaargetijden moeten voorstellen. Links daarvan had je een chique zaak met een chique naam. Au Louvre. Wat later het klerenmagazijn Homon geworden is. En op de hoek bij de boulevard had je dan Café de la Place Léopold. Dat wordt niet alleen café, maar ze kosten ook specerijen kopen. En dat is over hier
de Verkesmerk, geheten en geweest zijn. En zo komen we dan aan de Leopoldplaats. Op een plek moeten de wallen afgebroken zijn. Daar hebben ze dan een geometrisch park aangeleid bij Rijke Stangelebien. En een kiosk. Moet daar regelmatig concerts gegeven worden. Door harmonies, fanfares en de muziekkapel van het 11e. Het 11e Linieregiment. En daar kwam dan de Hesselse Beaumode. Luisteren, maar vooral paraderen. Daar bezocht de kazerne gebouwd. Tot 1945 worden daar bals georganiseerd. Concerts, opera's, operettes, toneel. Die kazerne was dan beginnen af te brokkelen. Jaren het die verstoken geweest achter reclameplaten. In de jaren 80 het AXA door dan een oude gebogen zaten. Op een hoek van de Sint-Rijstheeweg had ze café in het Voske. Er kwam heel veel volk, want ze kostte ook per jaar achterlaten of vervullen. En dan kon je te voet gaan tot de stad of tot de stase. Kijk, ook in die tijd worden de snelheidsbeperkingen. Kijk maar een keer te gooi. Even stases gekald. De eerste stase, die hebben ze gebouwd op een lijn naar Centraal, niet ver van Vosken af, achter de casino. En dat steesje dat doorliep, dat heet nog altijd de A-stase. Dan hebben ze een tweede stase gebouwd op een lijn naar Maastricht, maar wel door een andere maatschappij, op het hefveld aan de Lijkerstieweg. Dat gebouw hebben ze die nog altijd, ze hebben dat verbouwd. En dat is gekend als de Villa Kools. En dan in 1880 wordt dat één maatschappij. En ze hebben een nuistase gebouwd aan de Bamslaan. Ze hebben die alles verbouwd, gemoderniseerd en die werd gebruikt tot nu. Want er zijn plannen voor een spiksplinter nuistase te bouwen. En als je de foto's ervan mocht gelieven, dan ga je dat een heel modern gebouw worden. In de loop van de tijd had je in Hasselt, binnen de stadswallen, een hele hoop kloosters. Van de Augustijnen, de Bonnefanten, de Witte Nonnen, de Bruin Paters, feitelijk de Minderbroeders, de Kapucijnen, de Grauwzusters in het Aadhospitaal. Het oudste en meest bekende klooster van Hasselt, dat wordt daar van de Augustijnen. Als je van de Kinningerpoort richting stad kijkt op deze prentkaart, dan zie je de kerk van de Augustijnen liggen. Op een A-gravuur en grondplan zie je, wij groeien dat allemaal hoor. Want ze hadden ook nog een college aan en een hospitaal. Toen de pest uitbrak, verzergden de paters de zieken, maar ze worden allemaal zelf besmet. Klooster kwam leeg te staan en dat wordt geplunderd en vernield. Bij de Franse Revolutie is het dan verkocht geworden. Ze hebben het nog gebruikt als magazijn of handelszaak. De kerk is afgebroken rond de jaren 60 voor de nageboot te zetten. Daarvan bleef alleen nog de sacristij even. Als je door het Perceelstreetje wandelt, dan kun je dat nog zien. De priorij, met de priorwoende, en de bibliotheek, die zijn het beste bewaard gebleven. Kijk maar een keer op een havermerk. Kort dan de Augustijnenkerk, daar stond de Klerkenkapel. Daarom is dan een kerk gebouwd ter ere van het mirakelbeeld van ons Levreux. Beter gekend als de Vergayesse. Die kerk, dat is nu eens een parochiekerk geworden. Maar toch kwam er veel volk, door dat beeld natuurlijk.
Op het einde van de Tweede Wereldoorlog is die kerk volledig vernield door een vliegende boom. Maar, wonder boven wonder, dat beeld zelf, daar wordt niks aan. Genie schrammeke. Een ander klooster, meneer Veel van Everschiet, dat is dat van de Bonnefante. Enfin, feitelijk, de zusters canonicessen van het Heilig Graf, die de meiskens Fransoos en de goede zeden moesten leren. De bons enfants, vandaar Bonnefante. Dat klooster dat loog tussen de Diemerstraat, de Piaarsdiemerstraat en de Bonnefantestraat. Ah ja, tussen eerstjes, weet je van moe dat die naam Piaarsdiemerstraat kwam? Dat kwam omdat in die straat het huis stond van de Peertsmeester. De man die de lakens deze brochten moest controleren op kwaliteit. Vandaar Piaarsdiemerstraat. Mijn uittrek naar de Bonnefante. De kerk van die orde die loog in de Diemerstraat. Onder Napoleon hebben de Fransen die verkocht. En dan hebben ze daar een Geneverstokerij in gemaakt. Een zaadfabriekje. Maar die foto die je ziet, dat klopt niet. Die kerk loog daar niet. Maar wel vijf huizen verder in de Diemerstraat. Wat wel klopt, dat is dat de nieuwe Diemer op die plak doorkwam. Door dat klooster zoeder de Diemerstraat naar de Meelepoort aan de Stadsmeele. En dan loopt die door de Kattegatstraat stad uit. Die Stadsmeele, daar worden de hesselieren verplicht van een graan te laten malen. Maar ze moesten wel 21ste daarvan afstaan aan de graaf. Kort aan de Meelepoort had je het Aadgasthuis. Feitelijk het klooster Sint-Barbaradal van de Grauwzusters. En die hadden ook een groot hospitaal. Moet dat ze in het begin pestleiders verzerden. Verschillende keren hebben die nonnen bijgebouwd. Grote gebouw langs de promenade. En links van dat hoofdgebouw had je het washuis van de stad. Voor niet al te veel geld kon je daar een goed bad pakken. Voor het hoofdgebouw had je een rijweg, dan had je de tramsporen en dan de promenade. En rechts van de Allemol wordt er een aftakking van de Nieuwe Diemer naar de Koem van het Kanaal als voeding. Dat kun je nog zien op het brekske, op deze penkaart hij van de Kempense Poort. Die heisten de loegen, die aan ook allemaal een brekske, even dat kanaalke. Maar ja, wie weet dat nog? In de jaren 70 is het gasthuis dan verhuisd naar het Virgayesse ziekenhuis. Die rollen vlegel aan de Tonenslaan hebben ze afgebroken. En wat er nog eens blijven staan, dat gebouw, dat heeft gediend voor van al. Toen hebben de plussen gezeten, door zijn rechtbank geweest. Enfin ja. Dan had je ook nog de vlegel in de gasthuisstraat, moet dat vroeger de operatiezalen worden. En dat is nou het modemuseum. Wat veel hesselieren ook niet weten, of niet meer weten, dat is wij vroeger de zuivelmarkt eruit zoog. Kijk eens een keer op die foto. Hè. Achteraan heb je de weg naar de kathedraal. Oeh, dat heette vroeger de Grote Kerk. En je ziet ook dat alweer een huis afgebroken is voor de weg brier te maken. En dan aan de rechterkant heet je het toegangspeertje naar het vroeger moederhuis. Je ziet, ze zitten niet stil voor de stad te veranderen. En dat is altijd zo geweest. We zullen nog veel kunnen vertellen, maar mensen, als we je oog nou schillig gemaakt hebben, en wel, wandelt dan een keer op een gemaakt rond in Hasselt. Maar vooral, hè, kijk goed rond. Want morgen kan Hasselt er weer helemaal aan zo uitzien.